hard way to success shows the stories of those sports heroes on their way to success, to inspire generations of people and to get you closer to your hero. Ettore is een hele harde werkster, dus die wil absoluut heel hard trainen om iets te bereiken. Ik denk dat het een turnster is die turnen heel erg leuk vindt. Dus iedere dag weer met volle energie en met volle plezier de zaal in komt. Ik denk dat het een van de betere artistieke turnsters is die momenteel in het circuit rondlopen. Ja, ik denk dat ze echt hard voor de sport heeft. Ethra is een meisje dat gaat voor wat ze wil. Ze weet wat ze wil. Ze werkt keihard voor wat ze droomt. En ze doet ook heel veel dingen voor andere mensen. Zo een lieve mens. Mijn ouders komen allebei uit IJsland en ik ben zelf geboren in Nederland en mijn broer ook. En thuis praten wij gewoon IJslands en dan hier weer Nederlands, dus dat is wel een fijne afwisseling. En dan de volgende? Ik bedoel, ja, wij kunnen vallen. Steek ik allemaal weg? Nee. Nou ja, mijn moeder die is hier eigenlijk heen verhuisd voor haar werk. En ja, mijn vader is daar gewoon in meegegaan. En ja, dus dan zijn we hier beland. Ja, Ettore heeft dubbele nationaliteit, IJslands en ook Nederlands. En ja, als zij zou willen voor IJsland uitkomen, dan is dat denk ik wel mogelijk. Maar zij kiest gewoon voor Nederland. Ja, natuurlijk moet je er wel over nadenken. Het is me ook heel vaak gevraagd. Maar ik heb nooit gedacht dat ik dat echt zou willen doen. Ik ben iemand die wel heel hard wil werken voor mijn plekje, zeg maar, in het team. En ja, in IJsland zou dat wat gemakkelijker zijn. En ja, in Nederland is het toch meer mijn trots om dan echt in het team te komen. En ja, en dat dan te bereiken, zeg maar. Als dat lukt, dat zou dan heel mooi zijn. En in IJsland zou dat wat makkelijker gaan. Ook natuurlijk hartstikke mooi. Maar toch, ja, ik train hier in Nederland. En, maar op zich, we zijn ook gewoon vriendinnen. En ik ben namelijk wel eens tijdens kerst en zo. Als ik dan vrije dagen had, dan ben ik daar wel eens geweest trainen. En ik heb ook gewoon contact met die bondscoach. Dus ja, in dat opzicht hebben we heel goed contact met elkaar. En ja, het zijn gewoon een soort van vriendinnen eigenlijk. Maar ja, het is wel natuurlijk heel anders dan het Nederlandse team. Eigenlijk is het wel fijn dat mijn moeder jurylid is. Ook dan soms als we dan een element aan het trainen zijn of zoiets. Dan kan ik aan mijn moeder vragen wat voor waarde dat heeft. En ook bijvoorbeeld na een wedstrijd, dan ziet zij wel puntjes. Als ik het tenminste vraag. Meestal probeert mijn moeder wel een beetje afstand te houden. Omdat het natuurlijk anders misschien irritant of zoiets kan worden. En ja, soms komt ze dan ook op zaterdag bij ons in de training langs. Omdat ze dan ook zelf een beetje ervaring moet opdoen met de elementen, een paar keer bekijken. En ja, eigenlijk merk ik daar dan zelf niks van als ze in de training staat. En ja, ik vind het gewoon leuk voor haar. Ik vind het echt leuk om haar te zien. En Marnes is bezig met de nieuwe elementen te oefenen. Dat ook mee te kunnen maken. Niet alleen op de wedstrijd. Ook in de voorbereiding voor een wedstrijd. En ja, ik ben haar moeder. Niet haar jury. Ik jury haar niet. Ik geef haar wel punten als ik iets zie.
En als ze iets vraagt, maar ik ben de moeder. Mijn belangrijkste hoogtepunt was denk ik wel het EOF in Utrecht. Dat ik zilveren medaille op balk heb gehaald. Nou ja, ik was voordat ik naar balk ging, was ik al best wel zenuwachtig. Alleen ik had eigenlijk met mezelf een soort van afgesproken dat ik niet naar die andere oefeningen ging kijken. Zodat ik echt alleen maar op mezelf gefocust was. Want ik was volgens mij als laatste of ene laatste aan de beurt. Dus ja, dat duurt dan nog wel een tijdje. Dus ik ging gewoon een beetje in mezelf een beetje voorbereiden en zo. En ja, toen was het dan aangebroken. En ja, toen heb ik die oefening neergezet. En daar was ik wel echt heel blij mee. Want er was zoveel spanning. En natuurlijk een heel klein beetje druk omdat het dan in Nederland is. En dat het er dan uit is gekomen. Dat is dan wel echt, zeg maar, super. Dat was wel een heel fijn gevoel. Evra wil, ja, wat ze doet voor zijn droom waar te maken, is heel veel. Keihard werken. Zij traint natuurlijk in Hoofddorp. En zij woont in Portugal. Dus dat is reizen elke dag. Ja, elke dag. Heel vroeg wakker. Ja, tussen 5 en 6. En dan reizen naar Hoofddorp voor school en turnen. En dan komt ze vrij laat thuis. Wij willen haar droom waarmaken. En wij doen alles wat ze nodig had. En ja, dat houdt in bij halen, brengen, voeding, liefde, steun. Dus alles. We hebben alles over voor haar. Ik had in die periode van het EOF had ik ook al een heel klein beetje pijn aan mijn rug. Maar dat was nog, ja, dat viel nog te handelen eigenlijk. Dat was niet heel ernstig. Alleen toen was ik op zomervakantie geweest. En nou ja, toen hadden we eigenlijk afgesproken dat die zomervakantie dan heel fijn zou zijn voor die rust voor mijn rug. Maar toen kwam ik terug en nou ja, toen bleek die rugpijn gewoon helemaal niet weg te gaan en eigenlijk wel constant wat erger te worden. En ja, toen hebben we er een beetje de rem op gezet, ja, stapje voor stapje. En toen uiteindelijk ben ik 2 maanden heb ik helemaal niet geturnd. Nou, op het moment dat zij naar beneden moest in de belasting, dan proberen we gewoon zoveel mogelijk te focussen op wat Etora wel kan. En niet zozeer op wat je niet kan, want dat werkt A, frustrerend, en B, heb je er ook niks aan, want je kan het namelijk niet. En op het moment dat zij de zaal uit moest, ja, dat is dan vooral voor haarzelf natuurlijk een hele vervelende periode. Kijk, ik zag haar dan wel 1 keer in de week, want ze kwam ze hierheen om de fysiotherapie te doen en dan komt ze even in de zaal en noem maar op. Dus dan gaat het meer over van hoe gaat het met je, trek je het nog? En ja, dat was vooral haar traject met de fysiotherapie die dat dan zoveel keer per week overgenomen heeft. Ja, het was eigenlijk gewoon zeurende pijn en soms ook steken. Ook gewoon als ik in het dagelijks leven bijvoorbeeld zat of aan het lopen was, dan voelde ik soms die pijn. En ja, daarvoor hadden we ook zo'n soort van corset brace voor gekregen. En ja, eigenlijk was dat toch niet echt de oplossing, omdat ik dan heel stijf werd. Maar ja, op dat moment was dat misschien dan, we probeerden iets. Om die rug misschien wat stabieler te houden en zo. Maar ja, het werkte niet echt. Nou ja, na die twee maanden was het best wel tegengevallen dat het eigenlijk precies hetzelfde was als daarvoor. Want we hadden gehoopt dat het iets zou helpen. Dus nou ja, toen begon ik maar weer een beetje met opbouwen. Was wel best wel pijnlijk. Bijvoorbeeld met kiep en zo. Toen, ja, als ik dan die zwaai naar buiten maakte, dat was dan best wel een heftige pijn.
Er is bij mij nooit twijfel geweest of dat zij ooit weer goed zou kunnen worden. Want ik denk dat heel veel turnsters wel eens een keer een jaar missen vanwege een zwaardere blessure. Maar het is natuurlijk wel überhaupt spannend geweest of dat het de blessure over zou gaan. Ja, moeilijk. Het is moeilijk om een kind te zien, ons kind te zien. Ja. Dat ze niet kan doen wat ze wilde doen. Dus we wisten ook niet of het goed zou komen. We hebben alles geprobeerd en elke keer was het niks. We hebben allerlei artsen en specialisten. Ether heeft eigenlijk nooit twijfels gehad over haar carrière. Zij is gewoon een vechter en gaat gewoon door. Ik heb nooit echt die twijfels willen hebben eigenlijk. Ik heb altijd mezelf soort van gestimuleerd van, ja, je moet gewoon doorgaan en het heeft toch geen zin om nu te gaan denken van dat ik het niet meer kan, want ja, dat helpt niet in mijn proces om beter te worden en het helpt niemand. Dus eigenlijk ben ik gewoon altijd wel positief gebleven en natuurlijk was het wel zwaar op sommige momenten dat je dacht van nu zit je weer, die meiden zitten te trainen en jij bijvoorbeeld in die 2 maanden dat ik niks mocht doen. Ja, dan zit jij daarboven in, bij de fysio te werken. En dat is dan wel jammer, maar negativiteit, dat helpt niet bij mij. Ze had gewoon eigenlijk ergens een kracht binnen. Dat ze wisten dat het zou goed komen. Of iets. Ze was rustig. Ze blijft gewoon hoe ze is. Had ik van een vriendin van mij, van Turn, had ik advies gekregen om naar een osteopaat te gaan, Martijn de Groot. En eigenlijk had ik toen een soort van hoop een beetje opgegeven, omdat ik al naar zoveel artsen en allerlei soorten dingen was geweest. Dus ja, toen dacht ik, dit wordt dan de laatste stap die ik dan wel wil zetten om te proberen mijn rug beter te krijgen. En echt met geluk, die stap was precies de stap die ik had moeten zetten. Want ja, hij heeft gewoon echt, ik weet niet precies wat hij heeft gedaan, maar het was echt een wonder. Want ik turn nu eigenlijk wel pijnvrij. Daarna mocht ik eigenlijk met volle toeren helemaal vooruit gaan. Omdat ik dan merkte dat het wel wat minder werd. Ik was wel echt heel blij dat gewoon mijn turnhal weer mijn thuis was eigenlijk. Ik had het wel heel erg gemist. Ik denk dat het me wel sterker heeft gemaakt. Maar tegelijkertijd ook wat voorzichtiger in met blessures omgaan. Dat ik wel echt, als er wat aan de hand is of als ik wat voel, dat ik dan gelijk moet ingrijpen. Ja, ik heb wel nog meer drive gezien om haar oude niveau terug te halen. Meer drive dan hoe zij als turnster in de zaal stond voor haar blessure. Mijn belangrijkste doel was denk ik wel dan weer gewoon op mijn oude niveau komen. Dat is sowieso mijn eerste doel. En ja, daarna gewoon mijn programma verzwaren eigenlijk. En als daar dan een EK bij zou komen, dat zou dan echt super zijn. En maar mijn belangrijkste doel was gewoon echt wel terugkomen. En ook wel goed, zeg maar. Op het moment dat ze de opbouw weer mocht maken, toen was ze eigenlijk ook pijnvrij en ging dat eigenlijk goed. En we hebben natuurlijk heel erg nog steeds onder begeleiding gewerkt van de medische staf.
Nee, we hebben daar eigenlijk niet. Zij heeft daar niet nog heel veel problemen ondervonden toen we weer op begonnen te bouwen. We hebben het ook heel rustig aangedaan en we hebben wel wedstrijdjes geturnd, maar iedere keer wedstrijdjes met een laag niveau en iedere keer een elementje erbij. Zodat het uiteindelijk opgebouwd heeft tot het piekmoment wat het EK was dit jaar. Ja, vlak voor het EK heb ik dan meegedaan aan de World Cup in Slovenië, in Ljubljana. En ja, die was op zich wel goed verlopen. Vooral die gouden medaille op Fleur was dan wel echt. Ja, heel mooi om mee te maken. Je eerste World Cup en ja, gelijk met gouden medaille, dat was wel mooi voor mij, zeg maar. Mm-hmm. Ja, het EK was een hele mooie ervaring, mijn eerste senior toernooi. En ja, dus heel veel ervaring opgedaan en op zich ook wel prima gepresteerd, vind ik op zich. Ja, sommige dingetjes hadden natuurlijk wat beter gekund, maar als ik terugdenk naar een jaar geleden, dan ja, dan kan ik wel trots zijn dat ik er weer sta. En dat ik niet nog maar met die ernstige rugblessure loop. Dus ja, in dat opzicht moet ik gewoon echt wel tevreden zijn. Ja, ik vind het wel altijd gewoon leuk dat dat mensen mij sierlijk vinden. Ja, zelf zeg ik daar niet zo heel veel over. Ik laat het meer tegen mij vertellen dan dat ik het zelf vind. Maar dat vind ik wel altijd gewoon leuk om te horen. Dat ik dan wel een soort van daarvoor sta. Dat ik dan voor die sierlijkheid sta. Ja, dat vind ik ook wel fijn. Want ik vind dat turnen een sierlijke sport moet zijn en blijven. Kijk, turnen is aan de ene kant gewoon turnen. En dat zal het ook altijd blijven. Alleen de code die vraagt soms meer dit en soms meer dat. Nou, sinds de jaren 90 is het artistieke turnen eigenlijk helemaal verdwenen. Sinds de open einde code is het artistieke turnen eigenlijk de nek omgedraaid. En de VIG doet er nu alles aan om dat weer terug te krijgen. Dus er staat momenteel ook best wel wat aftrek voor als je het niet doet. Ja, we hebben 3 choreografen in het team eigenlijk. Dan Patrick Keens, Damon Jones en dan Nel Krauwel. En eigenlijk is dat gewoon echt super. Het hele trainingsteam die werkt eigenlijk dan aan die lengte. En alles moet gewoon strak. En ja, sierlijkheid gaat daar natuurlijk ook bij. Ja, dat is gewoon wel heel fijn dat gewoon strakheid voorop gaat. In plaats van dat alles een beetje krom en lelijk is. Damon en ik hebben allebei performing arts achtergrond. En daarna zijn we trainer geworden. En ja, het gaat eigenlijk de hele training. Zit dat als thema, gaat dat door, zeg maar. Dus het is niet alleen op de balk, het is niet alleen op de vloer, maar het komt ook terug op de brug, want daar gaat het ook gewoon over rechte lijnen en recht is ook artistiek. Ik denk dat Etora na het turnen de musical kant op gaat. Je ziet nu al dat ze er een vakpakket op gekozen heeft op school met drama, maar ook met Duits, omdat Duitsland een grote musicalmarkt is. En ze doet zanglessen naast de turnen, dus zij is zich daar al in aan het oriënteren en aan het ontwikkelen. Zodat ze wellicht na turnen naar een theateropleiding kan. Ja, daar wil ik wel echt wel mijn toekomst, zeg maar, in bouwen. Ja, daar helpt Patrick mij ook heel erg bij. Dat ik dan bijvoorbeeld nu op zoek ga naar zangles en acteerles en dat soort dingen. Naast dat ik trainer ben, ben ik een theateragent. Dus ik begeleid artiesten in het musicalvak. Dat is ook het vak waar ik zelf in gewerkt heb en zelf op het toneel heb gestaan. Nou, ik weet natuurlijk in welk vak ze terechtkomt en in welke wereld ze terechtkomt. Want ik maak zelf wezenlijk onderdeel uit van die wereld en ik heb mensen die ik begeleid die in die wereld werkzaam zijn. Dus ik ben daar wel in op de hoogte in wat, waar ze terecht in komt. Ik ga nu wel eerst volgend jaar een tussenjaar nemen, zodat ik dan echt kan focussen op de Olympische Spelen. En dan het jaar daarna wil ik dan wel ergens naar op zoek gaan met een opleiding die dan heel goed met turnen valt te combineren. En hopelijk is die dan ook wel echt te vinden. Kijk, ze is nu klaar met HAVO, ze is geslaagd.
En wat natuurlijk een bijzondere prestatie is om naast 30 uur trainen ook in één keer je school, middelbare school af te ronden. En ik denk dat zij komend jaar zich vooral ook zal moeten oriënteren naast de turnen op welke theateropleidingen zijn er, welke vormen van theater zijn er. Want musical is niet de enige vorm van theater die leuk is. En dan kom je er waarschijnlijk achter van is Cirque du Soleil wel iets of niet iets voor mij waar ik mijn ei in kwijt kan. Zij kan zingen, ze kan bewegen en zingen. En dansen. En ja, en ze kan ook, denk ik, acteren. Zit ja, zij is echt een hele goede acteur. Nou, ik denk dat zij nog een grote toekomst heeft, want zij is heel gemotiveerd om heel hard te werken. Zij is gemotiveerd om haar programma verder uit te breiden sinds dat we terug zijn van het EK. En we zullen zien wat dat internationaal uiteindelijk op gaat leveren op de komende EK's en WK's en wellicht Olympische Spelen. Ja, zij is gewoon een sterke karakter. Ze blijft zichzelf. En dit heeft haar misschien sterker gemaakt. En ook ze weet dat alles wat ze mee mag maken, mee kan maken, zoals een EK of een WK, is gewoon echt super cool. En alles wat ze hebben gedaan is dan het waard. Eigenlijk is het allemaal nu wel een dagelijks ritueel of een dagelijks patroon geworden. Dus ja, natuurlijk blijft het wel zwaar, maar het is ook leuk. En dat probeer ik gewoon altijd in mijn hoofd te houden. Natuurlijk moet ik elke dag wel heel vroeg wakker worden, omdat ik niet dicht bij Hoofddorp woon. Maar ja, omdat ik het nog leuk vind, dan is dat niet zo erg. Heart and soul into everything you do, and you will find that anything is possible.